wisten dat de walvis zijn darmen 600 meter lang zijn. 600 meter, dat zijn 142 auto's van exact... Heel lang. Ja. Enfin, moesten we nu met iedereen hier in de zaal een soort menselijke duizendpoot vormen? Zoals in de film. The Human Centipede. Iemand hier toevallig gezien? Dat gaat over een psychopaat, Dr. Hyder, die uit verveling 3 toeristen ontvoert en die naait die dan met die monden aan de anus van de andere persoon. Hele foute film is dat. Maar qua voeding zijn ze dus afhankelijk van de uitwerpselen van de persoon voor hen. Super creatief! Hè? Moesten we dus met iedereen hier vanavond een soortgelijke duizendpoot vormen, zouden we nog niet lang genoeg zijn om de lengte van de darmen van een walvis te kunnen evenaren. Over darmen gesproken. Zolang het varken leeft, zit een darm in het varken en eet een darm gewoon darm. Maar als het varken dood is, wordt het varken opeens in de darm gestopt en dan heet een darm niet meer darm, maar worst. Dus als het ene ding in het andere ding zit en het andere ding zit opeens in het ene ding, terwijl het daarvoor nog in het andere ding zat, heet het worst. Maar als we gaan rondtrekken, zit de tent in de rugzak. Zetten we de tent op, gaat de rugzak in de tent en dan heet het opeens kamperen. Terwijl kamperen is een werkwoord en worst is een zelfstandig naamwoord. Die twee hebben niks met elkaar te maken. Snap je? Ja, als je begint te vervelen, ga je echt rare dingen bedenken. Dat...